De dagteksten van vrijdag 30 december 2022 zijn gehaald uit Exodus 20 vers 9 en 10. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult gij geen werk doen. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Exodus 20, vers 9 en 10. Het leerwoord is gehaald uit Marcus 2, vers 27. De Sabbat is gemaakt om de mens. De Sabbat is gemaakt om de mens. Marcus 2, vers 27. Hemelse Vader, wat een genade, wat een voorrecht. Om bij u te mogen horen, om uw kinderen te zijn, om te weten dat wij op u kunnen vertrouwen, dat u immer dezelfde bent. Wij vertrouwen op u, Vader. Wij danken u, wij loven en prijzen u voor wederom een nieuwe dag, voor het jaar dat haast voorbij is, waar wij mogen terugblikken op uw goede zorgen, op alles wat gij voor ons gedaan heeft, betekend heeft. Lof, eer en glorie voor deze machtige daden, voor de wonderen, voor de hulp die gij geschonken heeft, voor elke zieke die gij genezen heeft, voor elk probleem dat gij hebt opgelost, elke verdrietige die gij weer heeft opgebeurd, maar ook alle kracht die gij ons gegeven heeft om ons werk te doen. Geloofd en geprezen zij u nooit volprezen naam, o Heer en Heiland. En wij danken u dat wij ons zo op u kunnen verlaten, zo op u kunnen vertrouwen en weten dat wij met u meer dan overwinnaars zijn. Dat wij al onze bagage bij u mogen laten, daar aan het kruis, op Golgotha, waar we zelfs komen om te knielen, neer te buigen voor uw troon van genade en u te vertellen dat wij zonder u niks zijn. Wij danken u dat gij ons rust gunt, dat u ook daarvoor gezorgd heeft dat we 6 dagen mogen werken en de 7e dag mogen rusten en tot u mogen komen nog meer dan door de week en tijd in te ruimen voor u, met elkaar u groot te maken. Dank u, Vader, dat wij zo ook een ieder tot u mogen brengen, dat wij u mogen vragen om ons schoon te wassen van alles wat wij verkeerd hebben gedaan het afgelopen jaar. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat u ons heeft vergeven, willen wij toch bij u komen om zo terug te blikken en u te vragen ons te vergeven, omdat wij steeds weer het verkeerde pad hebben gekozen, terwijl u ons bijstaat en uw geest in ons woont. Dank u dat we heilig mogen zijn. Geloofd en geprezen zij u voor elke jaardag die gij heeft bijgegeven voor genezen zieken. Ja, Vader, we brengen wederom zieken, zij die pijn hebben, zij die geen uitzicht hebben op de toekomst, dat zij mogen weten dat hun lot in uw handen is en dat ze het vol vertrouwen aan u mogen geven, wat het ook is dat de toekomst zal brengen. Gaat u met ons allen, Heer, senioren, burgers, gezonden, zieken, vrolijken, iedereen die wat op hun hart heeft, dat ze bij u mogen komen en mogen weten dat ze veilig zijn. Gaat u met hen, o Vader. U bent de enige tot wie wij kunnen komen, van wie wij weten dat u uitkomst geeft, dat u zegent, dat u geneest, bevrijdt en verlost. Dank u daarvoor, o Hemelse Vader. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.